tof en leuk dat je kijkt naar een nieuwe puurvlog. Ik ben samen met Jente bij het atelier Daalzig Oeteverf. En vandaag gaan we naar het decorstukje kijken van Pinocchio. Ik zelf speel Geppetto in de musical. Linkje hieronder. Kun je klikken, kun je nog tickets kopen. Let's go! Waar ben ik precies op dit moment? Je bent hier bij atelier Oeteverf in Planningen. Atelier Oeteverf is een onderdeel van Stichting Daalzicht. En Daalzicht is een werkvorm voor mensen met een beperking. Bij Oeteverf komen de mensen voor dagbesteding. We schilderen hier veel. We hebben regelmatig tentoonstelling. Maar we maken ook producten die we in ons winkeltje verkopen. Om gewoon te laten zien wat wij niet op minuut kunnen, maar dat we wel kunnen. Oké. Okay. Ja. Cool. Hallo. Wat was de eerste reactie wat jullie kregen toen Puur Theater u benaderd heeft om het decorstukken te mogen schilderen voor Pinocchio? Nou, we waren blij verrast en vonden het gewoon heel erg leuk. Vooral omdat mensen hier zelf ook toneel spelen, weten ze wat het is, wat een decor is. En zo ook iedereen enthousiast gemaakt om samen met elkaar het project te gaan doen en elkaar te helpen. En wat vooral leuk is, is dat we het wellicht dadelijk terug mogen zien in gebruik als decor en wij in de zaal. Dit is Geppetto. Geppetto. Ja, hij speelt. Ik ben Geppetto. Dus dit wordt zijn huisje. Oh nee. Ja, dat is wel leuk, hè? Dat is Geppetto. Ja. Ik speel ook toneel. Oh, echt? Ja. Wat rol heb jij allemaal al gespeeld? Wachten van de taxi naar de taxi. Taxi. Ja, Bruidje, ja ook. Ja. Aan Maria. Een heel portfolio al, hè? Ja. Kunt u nog wat laten zien hier? Dan loop ik gewoon met u mee zo. Ja, dat klopt ook, ja. Hij is bijna klaar. Oh, dat is ook wel heel tof. Wel veel werk. Het is wel veel werk, ja, dat klopt. Maar het ziet er al ontzettend gaaf uit. Ja. Die heb ik getekend, daar heb ik ook naar gezet. Ja. Die heb ik getekend. Zoals jullie net in de vlog hebben kunnen zien, heb ik gezegd, ik ben Geppetto in de rol. En wat kom ik tegen? Mijn huisje! Ik vind het echt ontzettend cool gemaakt. En Mitch, hoe vond je huisje? Geweldig. Nou, ik vind het echt wel bijzonder om te zien hoe ze zeg maar vanuit een schets of vanuit eigenlijk eerst een paar inspiratiebeelden, dat ze dan schetsen gaan maken en dan het op groot gaan schilderen, dat anderen het dan weer inkleuren. Mm. En dat ze op die manier echt gewoon gebruik maken van ieders talenten. Dat is gewoon heel erg tof dat het hier allemaal samenkomt. En ontzettend bijzonder dat wij dadelijk de decorstukken gaan krijgen. Wat ik ook ontzettend gaaf vind om te zien is hoe gewoon een hele groep enthousiaste mensen gewoon hier flink en hard aan werkt om het er zo goed mogelijk uit te laten zien. En dan ook hoe het resultaat er nu al uitziet. Laat staan straks als het helemaal af is. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er dadelijk uit gaat zien. Ik ook. Inmiddels staan ik en Jenton buiten. We vonden het ontzettend gaaf wat we daar binnen allemaal zijn tegengekomen. We willen hiervoor alvast Daalzicht ontzettend bedanken. En lijkt het je nou ook ontzettend leuk om naar deze voorstelling te komen? Het is ontzettend leuk. Ga dan naar de link hier in de beschrijving. puurtheaterreuven.nl/Pinocchio. En dan hopelijk zie ik jullie bij een van die voorstellingen. En like en abonneer. Subscribe. En like onze Facebookpagina voor alle nieuwtjes.